Welkom bij Photo Stories, mijn naam is Gijs de Koning en dit is de Panasonic LX100 Mark II. Panasonic LX100 Mark II. Dat is de opvolger van de zeer populaire LX100 die in 2014 door Panasonic is gelanceerd. Een echte camera voor fotografen. Klein en compact van formaat, maar met kwaliteit die niet veel onderdoet voor een spiegelreflexcamera. En dat komt dankzij de grote sensor die erin zit. De camera is zeer solide gebouwd met een metalen behuizing en heeft heel veel instelbuttons en draaiknoppen voor fotografen die graag de volledige controle over hun camera willen. Wat zijn de specificaties van deze camera? Een 17 megapixel multi-aspect ratio sensor. Het vorige model had slechts 13 megapixel, dus dat is een verbetering. En hij heeft een 24 tot 75 mm Leica zoomlens met een zeer snel maximum diafragma van f1.7 tot f2.8. Ja, en daarmee is hij wel twee stops beter of sneller dan de gemiddelde kitlens die je bij een spiegelreflexcamera krijgt. En daardoor kan je met heel weinig licht nog hele goede foto's maken. Verder heeft deze camera een touchscreen meegekregen. Met een hogere resolutie dan het vorige model, die had ook geen touchscreen. Deze camera heeft ook wifi en bluetooth om te kunnen connecten aan je telefoon. Wil je nou alles horen over deze camera? Luister dan naar Photo Stories. Dat is de eerste Nederlandstalige podcast over fotografie. Dat kan je vinden op Spotify of iTunes of kijk even op de website www.fotostories.info. Daar kan je ook de foto's zien die ik met deze camera heb gemaakt en ook de RAW files downloaden, zodat je zelf kan zien hoe goed de kwaliteit van deze camera is. Ik kan hem dus echt van harte aanraden. Hij is te koop voor €829. In ieder geval dat is de winkelprijs op het moment dat ik deze video heb opgenomen. Dat is een hoop geld voor een compact camera, maar de kwaliteit is het echt waard. En je hebt wel een camera die je gewoon in je jaszak kan meenemen. En zeker ook gewoon in je tas of in je koffer altijd kan stoppen, zodat je altijd een camera bij je hebt. Ga dus de volgende keer dat je in een camerawinkel bent, echt even kijken naar deze camera. Maak een paar foto's, hou hem in je hand. Kijk hoe de bediening is. Het is echt een hele fijne camera. Meer info in de podcast Photo Stories.